Haaksbergen in beeld. Hallo en welkom bij Haaksbergen in beeld. Het programma met het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen en omgeving. Restaurants en cafés hebben maandag om 12 uur de deuren weer geopend. Het is nu weer mogelijk om met restricties een biertje op het terras te kunnen drinken. Of een bezoek te brengen aan een restaurant. Ja, goed, ik ben Gerlof Kanus van Grand Café Centraal. Samen met mijn zus heb ik dit bedrijf. En we zijn vandaag vanaf 12 uur weer open. Sinds 11 weken ongeveer. Ja, dan feest. Mondjesmaatfeest. Ja, inderdaad. Gezellig, volle terrassen weer. Dus nou niet meer. Maar we beginnen ook een beetje naar het einde van de avond in te gaan. Maar we mogen inderdaad niet klagen. We zijn aan het wezen schoonmaken. Daar zijn we mee begonnen. Toen hebben we wat onderhoud gepleegd en allerlei zaken. En begonnen met schilderen. En dat zou eerst een paar dingetjes zijn. En op een gegeven moment uiteindelijk uitgemond in de hele zaak zo'n beetje. Dus we hebben alles weer helemaal fris. En we kunnen er weer helemaal fris tegenaan. Dat we gewoon van een nood maar een deur gemaakt hebben. En dat we gewoon nuttig bezig geweest zijn. Het geluk had ik dat ik gewoon in de verbouwing zat. En dat ik nog wel wat renovatiedingen had. En wat opknapdingen had. Dus ik heb me niet hoeven te vervelen. En natuurlijk wel een beetje onwennen. Of onwennig om gewoon weer geen werk te hebben eigenlijk. Dus, maar voor de rest, we zijn er best goed doorheen gekomen. Wij hebben zeker niet stilgezeten. We hebben het pand van binnen geheel onderhoud is heel veel gepleegd. Er is geschilderd. Boven komt er helemaal een nieuwe bruine bar in. Dus het bovengedeelte wordt ook helemaal verbouwd. We hebben hier natuurlijk helemaal dit terras gebouwd hier met extra parasols en afscheidingen en noem het allemaal op. Rustig, hè? Weinig gedaan thuis. En ik ben blij dat we weer mogen beginnen. Ik ben rustig begonnen vanmiddag. We hebben het weer mee, gelukkig. Het is hartstikke mooi weer. En ik hoop dat we nog een paar leuke dagen zullen meemaken hier. Ja, op dit moment is een protocol van Horeca Nederland gemaakt in overleg met het ministerie. Daar is een noodverordening op gekomen. En in samenwerking met de gemeente heeft ieder bedrijf een toelichting gemaakt hoe je per bedrijf dat dus gaat toepassen. In het algemeen komt erop neer dat zowel binnen als buiten, dat daar eerst een gezondheidscheck wordt gedaan. Dat is die gezondheidscheck die ook in de contactberoepen wordt gebruikt en in ziekenhuizen en dergelijke. Dus daar gaat het eigenlijk om of je nou geen klachten hebt die te maken kunnen hebben met corona. Op dat moment ben je welkom in een horecabedrijf. Voor binnen moet je wel eerst gereserveerd hebben. En voor buiten daar kun je in principe eens op raads nemen. Er zijn een enkel bedrijf die werkt met reservering op het terras, maar in Haaksbergen vrijwel niemand. En als de mensen dan ontvangen inderdaad, dan mogen ze uiteraard bepalen wat ze dan willen hebben. De menukaarten die gaan we mee naar binnen en die worden iedere keer dat ze gebruikt zijn gedesinfecteerd. En als mensen weg zijn, dan maken we de tafels schoon. Eerst met gewoon soep en daarna wordt die weer gedesinfecteerd. En dan komen de kaarten erop. En op dat moment is de tafel weer gereed voor gebruik. Ja, nu wel. Gelukkig hebben we die toestemming ook gekregen van de gemeente dat we dat mogen gebruiken. Dus dat gaat mooi zo. We zijn uiteraard heel blij dat we weer los mogen. We hebben een gigantisch terras gebouwd hier met ongeveer dezelfde capaciteit als voorheen. Het is wel heel iets minder, maar goed, we zijn druk bezocht vandaag. Dus daar zijn we erg blij mee. Wij zien de toekomst rooskleurig in, dus kijk, we draaien nu buiten ongeveer dezelfde omzet als voorheen. Is natuurlijk wel financieel gat omdat je 2 maanden dicht gezeten, maar ja goed, je ziet wel, de mensen wilden graag weer op uit en dat blijkt ook. Wel een beetje wennen en een beetje onwennig dat je iedereen moet vragen hoe ze zich voelen en je moet ze op een plek wijzen. Dus dat is wel, is wel even een andere bedrijfsvoering, maar gaat goed. Ja, het 1,5 meter regel. We moesten een hele café ombouwen, het terras ombouwen gelukkig. Maar we mogen gelukkig wel iets uitbreiden, iets groter terras dan normaal. En binnen hebben we aangepast, dus het loopt perfect tot nu toe. Ik hoop zo snel mogelijk dat we er vanaf mogen. Ja, dat hoop ik wel. Dat we zo snel mogelijk weer gewoon gezellig op 1,5 meter weer gewoon aan elkaar kunnen zitten en met elkaar kunnen zijn. Ja, of het losser mag zijn, maar in ieder geval dat we op dezelfde manier mogen werken als andere branches hebben. Dat in de meeste branches zijn bijvoorbeeld schot en schermen zijn verplicht en wij mogen ze niet gebruiken. En dat zijn natuurlijk rare dingen die niemand begrijpt. En dat zou ons enorm helpen, zodat we binnen iets meer capaciteit hebben. Want op dit moment kunnen we binnen echt net 25 mensen kwijt. En dan moeten alle tafels al met gezinnen vol zitten, want anders dan komen we niet verder dan 14 of zo. Dus dan is het natuurlijk bijzonder weinig. Ja, zeker. Ik heb ze ook gemist. Hoor. Het was wel gemist 11 weken precies. Dus ik ben blij dat ze er weer zijn. Ze zijn mij niet vergeten en ik ben hun ook niet vergeten. Dus we maken er iets moois van hier.
Richters Bier uit Buurse organiseerde 31 mei het Richters Online Bierfestival 2020. De 22 deelnemende brouwers hosten online eigen Zoombar, waar bezoekers met elkaar en de brouwer konden kletsen. Dat is eigenlijk wel goed. Ja, je kunt wel heel erg gaan klagen, maar wij zijn gewoon een beetje creatief bezig gegaan. En daarmee hebben we toch best wel wat te doen. Dus nu eindelijk, we staan hier nu weer en er komen allemaal weer mensen langs die hier bier komen halen. Dus we hebben eindelijk weer een beetje de interactie met mensen. Dat hebben we wel echt gemist. Maar we zijn wel gewoon lekker druk bezig geweest. Ja. Nou, we hebben een online festival zijn we gestart. Dus dat is vandaag, op dit moment. Achter ons, de computer die loopt ook. En er zijn nu 22 brouwers van over heel Nederland zijn nu live online. En mensen hebben dus bieren gekocht in pakketten. Die hebben ze thuis gekregen of hebben ze hier opgehaald. En die proeven ze thuis met vrienden, kennen ze in de tuin of wat dan ook. Dus we zien iedereen voorbij komen nu. Dat hebben we gedaan. We hebben zelf bierpakketten verkocht, ook rondgebracht in Twente en omgeving. Zo zijn we wel druk bezig geweest. De brouwerij verbood. Nou ja, weet je, op het moment dat Mark Rutte bekend maakte dat alle festivals niet door zouden gaan in Nederland, tot 1 september, toen hebben wij gedacht van we moeten toch iets doen met ons festival. We zouden namelijk gisteren ons festival houden, 30 mei. En dat kon helaas niet doorgaan. Dus toen hebben we bedacht van we gaan het online doen. We gaan pakketten versturen over heel Nederland en mensen kunnen samen online gaan proeven. Dus iedereen is nu een beetje gewend, gewend aan online vergaderen, et cetera. Ja, dat kan ook met vrienden. Dus wat we nu aan het doen zijn is, achter ons hoor je de computer misschien wel lopen. We hebben 22 brouwers van over heel Nederland die nu online praten met mensen die een bierpakket hebben gekocht en daarbij uitleg geven. 22 brouwers. Er zijn dus brouwers van hier uit de regio. We hebben daar van onszelf in totaal 4 bieren, want we hebben 2 brouwerijen zelf. We hebben de Buurse bier en Richters bier. Dus wij doen mee met 4 bieren. En de andere bieren, dat zijn andere brouwers, dat zijn echt brouwers van heel Nederland. Uit de regio wel veel. Hè. We hebben natuurlijk onze lokale helden allemaal aangeschreven. En daarnaast allemaal brouwers vanuit Amsterdam, Arnhem, Eindhoven. Overal komen ze vandaan. Ja. Ja, wat wij hier nu aan doen zijn, is onze drive-thru. Dus mensen komen hier aan met de auto, bestellen een bier. We hebben hier 8 taps. We tappen in grote flessen. Ik zal er even eentje pakken. Dat zijn deze grote flessen. Die tappen we vol. Je kent ze wel van de supermarkt. Oh. Het begint hier een beetje te waaien. Deze grote flessen die tappen we vol onder de tap. En die bewaar je dan in je koeling, in je koelkast. En die drink je dan binnen een paar dagen op. En dan heb je dus een vers getapt biertje van de tap. En op die manier kunnen wij toch een beetje van onze fusten af, want we hebben natuurlijk heel veel fusten. En omdat de horeca allemaal dicht zit nu, hebben we aardig wat in te halen. we zitten hier bij de Hoge SB in. Dat is niet van ons natuurlijk, wij huren gewoon eigenlijk een stukje van hun, maar we werken wel nauw met hun samen. Dus we hebben samen gewerkt aan een nieuwe bierkaart, we hebben een grote tent neergezet. En op die manier proberen we toch zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van het lekkere eten en natuurlijk ons lekkere bier. En we gaan er meemaken. Wij zijn erop voorbereid, dus kom maar op. Ik denk dat het morgen heel druk wordt. Ja, dat vind ik wel het leukste. Ja. Ik heb het liefst de mensen hier gewoon aan de tap en dat ik gewoon met ze kan praten. En dat doen we nu natuurlijk ook wel op Zoom, maar het is toch wel anders. Het is wel leuker als je ze zelf face-to-face ziet. Ja. Het wandelpad om het Veldmaat in het noorden van Haaksbergen brengt u langs het mooie gebied dat vroeger woest en onherbergzaam was. Thank you.
Café Dwars in de Hoeve is blij dat ze tweede Pinksterdag om 12 uur weer open mocht. Het terras is vergroot en is aangepast aan de richtlijnen van de overheid. Maanden moesten jullie dicht in verband met de corona. Ja. Hoe was dat? Ja, was natuurlijk niet leuk. Het zat er natuurlijk de week tevoren natuurlijk al aan te komen. Maar ja, als het eenmaal zover is, is het niet leuk natuurlijk. Maar we hebben één geluk. We hebben nog een cafetaria. Daar we nog een beetje omzet kunnen maken. Dus ja, en gezondheid gaat boven alles natuurlijk. Dus dat is wel het meest belangrijke. Het was wel een stille periode voor jullie, of niet? Het was een hele stille periode. Ja, het opruimen, een beetje schilderen en dat soort dingetjes allemaal doen. Maar op een gegeven moment is dat ook gebeurd natuurlijk. En ja, we willen eigenlijk wel weer verder. Dus we zijn blij dat we weer open mogen met het terras, zij beperkt. Nou, als de gasten komen, dan worden ze hier ontvangen. Ze mogen aan een tafeltje lopen. We vragen ze om een gezondheidscheck even door te lezen. Even kijken, als ze het allemaal beneden kunnen beantwoorden, dan kunnen we ze gewoon hun kopje koffie of hun biertje of wat ze dan ook wel hebben, kunnen we ze brengen. En dan kunnen de mensen gewoon gaan zitten. Op 1,5 meter afstand. Regeltjes en dat weten we nou allemaal wel. Je mag met z'n tweeën aan tafel zitten. Twee vreemden mogen aan tafel zitten. Enzovoort, enzovoort. Nou, dan komen de mensen hier binnen. Gaan zitten. We hebben het geluk dat we de toiletten van de zaal kunnen gebruiken. Dus mensen hebben daar ook de ruimte qua toilet. En ze gaan gewoon zitten en dan verzorgen we ze van een drankje. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, heb je veel aanpassingen moeten doen? Nou, dat valt op zich nog wel mee. We hebben een behoorlijke parkeerplaats. En we hebben een aardig groot terras van onszelf al. Dus we kunnen alle kanten nog wel op. En we hebben het een beetje gezellig gemaakt met een bloemetje en een plantje hier en daar. En dan gaan we kijken wat er gebeuren gaat. Nou, als de mensen binnenkomen, dan vragen we ze even of ze hun handjes kunnen desinfecteren gewoon. En dan mogen ze gaan zitten. Datzelfde hebben we ook bij het toilet. Als er gebruik is gemaakt van het toilet, ook daar kunnen ze dat aan gaan doen. En dan kunnen ze gewoon weer lekker gaan zitten en lekker hun biertje gaan drinken. Ja, zwaar is een moeilijk woord, maar het is gewoon je leuk. Je mist je klanten, je mist de gasten die normaal lekker je biertje komen drinken. De wielrenners die zondagsmorgens een kopje koffie komen halen en dat soort dingen, dat is een beetje jammer. Maar ja, wat ik net al zei, gewoon, ja, gezondheid gaat dus wel voor. Je hebt veel vrije tijd. Ja, heel veel vrije tijd. Ja, een beetje motorbiken, tuinieren. Nou, we zijn dan met een ander klusje bezig voor onszelf, dus we hebben ons niet verveeld, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat niet? Nee, echt niet. Je hebt niet stilgezeten? Nee, we hebben niet stilgezeten. Nou, dat kunnen we ook niet echt, hè. De horeca mensen kunnen niet echt stilzitten. Nou, we hebben de ruimte voor een man of 40 om te gaan zitten. Dus niet allemaal tegelijk komen. Lekker de hele dag door. We zijn open van 12 uur maandag tot 10 uur 's avonds. Dus wees welkom. De mensen van Bistro de Postkoets konden niet wachten totdat ze weer open mochten. Dus hebben zij hun product aangepast naar iets wat wel kon. Sjoerd Franke vertelt ons hoe dat voelde en hoe hij dit heeft opgelost. Wat heeft het coronavirus privé en zakelijk met jou gedaan? Zakelijk gezien, voor het restaurant is het een drama. Voor de medewerkers ook. Plezier en de uitdaging is even weg. En doet dat in nieuwe inzichten leiden. Wij hadden hier 4 takken van sport. Catering, afhaal, het restaurant. Bezorg, daar hebben we altijd over nagedacht. Het corona deed ertoe leiden dat wij dus nu hebben besloten, jongsleden, om een slagerij daarbij aan toe te voegen in de bezorg en onze maaltijden daar ook aan toe te voegen. Het complete 4-gangen diner bij u thuis te brengen. Dat resulteerde dat wij toch een leuke omzet kunnen draaien in deze corona. Maar ja, je bent een uitdaging. De adrenaline die je normaal voelt. In het restaurant ben je kwijt. Nee, ik switch eigenlijk omdat ik een halve ADHD'er ben, want mensen kennen mij niet zo heel goed. Dat omschrijft natuurlijk ook de snelheid en temperament wat ik heb. Waardoor ik eigenlijk zo snel mogelijk alles weer voor de mensen klaar wil hebben en eigenlijk 's nachts al nadenk over wat ik de volgende dag als actie alweer ga ondernemen. En heb direct geschakeld. En Warempel Dorp kreeg dat mee op Facebook. En wij hadden meteen de eerste week al meer dan 150 bestellingen. En dat werd ons gegund.
Ja, ik moest toch nog met, in plaats dat ik alleen stond, moest ik toch met 5 jongens in de keuken. En deze 5 jongens, in totaal zijn het er nu al 8, trekken mij erdoor. Ik heb veel jeugd aan het werk, ongeveer 50. Dus voor het corona en de jeugdigheid die wij hier hebben, zijn we ook niet zo heel vatbaar met, in combinatie met ouderen of het aanstekelijke. Maar deze zijn natuurlijk minder kwetsbaar. Dat is ook nog een geluk wat wij hebben met het bedrijf. En het restaurant is ook omgebouwd tot 1,5 meter. Dus dat betekent dat ik bijna 70 tafels stoelen, zitstoelen eruit heb gehaald. Want dit kan nog wel eens 1,5 jaar gaan duren. En niet dat de mensen denken van, joh, het is van God los en we gaan weer net zoals voorheen. De meiden krijgen hier handschoentjes om, we hebben desinfectiemiddelen staan, waarschuwingen op de deuren. Dat was natuurlijk in die laatste jaren, de mensen werden zo gehaast. Dat ze nu wel geleerd hebben eigenlijk door het corona, dat ze met het gezin veel meer zijn gaan ondernemen. Met de buren en de buurt. En de saamhorigheid, dat merk ik als ondernemer, dat de saamhorigheid veel meer tot stand is gekomen. Mensen meer respect, minder gehaast. Eigenlijk is het voor mijn gevoel iets fijner geworden met alles. En al helemaal doordat dit dorp mij sympathie heeft getoond en zelfs fooi gaf of steungeld gaf. Ja, dat had ik nog nooit in mijn leven. Dat ontroerde mij gewoon. Maar dat heb je het ingeluisterd? Ja, ik wou het inluisteren, maar ja, het brengt natuurlijk deze lach. En, ja, het is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat, maar het gaat gewoon om het gebaar en ja, daar word je dan wel emotioneel van. Nu met de slagerij. Het consumptievlees voor de consument, zoals het eigenlijk al heet, consumentenvlees, is hetzelfde als een biermerk water bij het bier doet als je een evenement hebt. Want de alcoholpercentage is lager. Heel veel mensen weten dat niet, dat heel veel gemanipuleerd wordt in de wereld. En zijn er de afgelopen jaren op televisie heel erg achtergekomen. Het stoort mij heel erg, dat eerlijk en oprechtheid zie je mij. Ik werk heel hard en het product wat ik op bord leg is ook eerlijk en oprecht. Die ambacht kost geld en daar heb je heel veel tijd voor nodig. Mijn privéleven is dusdanig op de hoogte geslagen dat ik dus ook vorig jaar met kerstdagen besloten had om de kerstdagen niet te doen. Want het uiteten moet een uitje zijn en als ik het niet datgene op tafel kan zetten waar ik achter sta, dan was het beter dan mijn bedrijf dicht was op dat moment. Ja. Rob Toet is de opvolger van Harold Lindeboom, die deze functie tijdelijk vervulde. Mijn naam is Rob Toet, 48 jaar. Ik woon al 4 jaar in het mooie Haaksbergen, naar volle tevredenheid. Ik ben heel blij dat ik de rol van gemeentesecretaris bij de gemeente Haaksbergen per 1 juni al mag vervullen. Haaksbergen heeft toch wel een uitgebreid plan opgesteld om voor de komende jaren het hoofd te bieden aan een aantal uitdagingen die op een pad liggen. Dus daar mag ik een bijdrage in leveren. En natuurlijk houdt de rol van gemeentesecretaris ook in dat je adviseur bent van het college, hoofd van de ambtelijke organisatie. Dus in die zin liggen natuurlijk ook een aantal reguliere taken op mijn bordje. Deze vacature stond al een poosje open, hè? Wat je vervangt. Marianne? Marianne is naar Staphorst gegaan. Ik ken Marianne heel goed. We hebben ook nog regelmatig contact, dus ik ben ook heel blij dat ik in haar voetspoor heb getreden. Heeft ze jou ook een tip gegeven voor deze baan misschien? Nou, daar is ze wel wat voorzichtig mee, want ik moet het natuurlijk zelf ondervinden. Ik moet zelf de mensen leren kennen. Dus ik denk dat een beetje op mijn eigen ervaring moet gaan. Maar ik ga haar zeker nog wel eens een keertje bezoeken om een aantal dingetjes met haar te delen. En je stapt uit een andere baan, hè? Ja. Je komt van het Openbaar Ministerie. Daar werk ik nu heel kort eigenlijk. Eigenlijk toen dit op mijn pad kwam, had ik zoiets. Ja, dit is iets wat meer bij mij past. Zou ik het ook terugleggen richting het Openbaar Ministerie? En ze hebben er alle begrip voor. De grootste uitdaging is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We staan natuurlijk ook voor een belangrijke opgave om de gemeente financieel weer gezond te krijgen. Ja, dat betekent dat we met elkaar ideeën moeten ontwikkelen. En dat we allemaal ook achter die ideeën gaan staan. En daar probeer ik dan ook een goede bijdrage in te leveren. Dus dat wordt wel de uitdaging, denk ik, voor de komende maanden. Nou, RTV Stemnet en alle mensen van Haaksbergen wensen je heel veel succes. Ik zou zeggen, de voornaam heb je al mee, hè? Want we hebben al een burgemeester die Rob heet. En dan nou een secretaris. Ja, Rob en Rob gaan het de komende tijd doen in Haaksbergen. Goed zo. Heel veel succes, team Rob en Rob. Dank je wel. En dat was het dan weer voor deze aflevering. Wil je graag ook de nieuwe foto's en video's van RTV Sternet zien? Volg ons dan op facebook.com/RTV Sternet of via de website www.haaksbergeninbeeld.nl.
Wil je graag een keer meekomen kijken met de opnames van Haaksbergen in beeld? Of wil je het misschien zelf al een keer komen presenteren? Neem dan contact met ons op.